Surfjant en Patrick en Jeroen zien in hun linker ooghoek een scooter rijden met daarop twee mensen. En er valt iets op aan de rijstijl. Ik denk dat hij geen rijbewijs heeft. En om dat zeker te weten, gaan ze het eens even vragen. Hoi. Hou hem vast dat hij niet omvalt. Ja, ja. Ja, ja. Zo. Zet hem even uit. Yes. Ik zal hem even doen. Veiligheid. Ik zal me even voorstellen, Patrick. Hoi. Heb jij een rijbewijs? Nee. Nee, hè? Dat zagen we al aan hoe je reed. Heb je wel een legitimatiebewijs bij je? Ook niet, het ligt thuis. Ook niet? Hoe oud ben je? 15. Ik word 16. Ja, we houden een paar meisjes laten rijden. Omdat ik in juni graag van mijn scooterrijbewijs wil leren. Maar dit is niet de plek om te leren rijden, hè? Daar moet je rijles voor nemen. Ja, begrijp ik. Ja, dat is inderdaad zo. Oké, maar waar ligt je legitimatie? Ligt thuis. Ja, is er iemand thuis die jouw legitimatie kan brengen? Mijn ouders. Je ouders? Ik kan ze bellen. Ja, want we hebben even je legitimatie nodig, want je krijgt wel een bekeuring. Voor het rijden op een bromfiets waar je nog geen 16 bent. Okay. Weet je ouders ook dat je aan het rijden bent? Ik denk het wel. Ik heb tegen mijn ouders gezegd dat ik heel graag wil leren. Ja? Maar ik weet niet zeker of ze het weten. Je weet niet zeker of ze het weten? Nou ja, je moet ze toch even bellen. Dan mogen ze even je legitimatie komen brengen. Ik snap dat het heel vervelend is, maar... Nee, maar ik begrijp het wel. Oké. Kan jij mijn legitimatie brengen? Nee, het is echt serieus. Ik wil het ook wel even aan de vertellen anders, hoor. Hier heb je die man. Dan hoor je het zelf wel even. Dag, mevrouw. Ik spreek met Patrick van de Verkeerspolitie. Wij hebben uw dochter en ik denk uw schoonzoon staande, omdat hij haar aan het... laten rijden was op een bromfiets. En dat mag ze nog niet, want ze is 15, hè. Daarom, dan doen we het even op deze manier oplossen. Anders moeten we er meenemen en dat is ook weer zo. Dankjewel. Dag. Alsjeblieft. Ze heeft door dat het geen 1 april grap is, in ieder geval. Hey, nou kunnen we er wel een beetje om lachen, maar het is wel een ernstige zaak. Ja, nee, ik begrijp het. Yes, het vervelende is namelijk, je bent nog niet echt ervaren. Hij is geen rijinstructeur, tenminste neem ik aan van niet. En als er wat gebeurt en je rijdt iemand aan of weet ik veel wat... en dat kan zomaar omdat je nog niet echt ervaren bent, ben je niet verzekerd. Hallo! Hi! Patrick van Meulen, Verkeerspolitie. Legitimatie hebben die bij je van de dochter. Kijk, yes. Mooi. Geef die eens even aan mijn collega. Yes. Wanneer word je 16? 16 september. En in juni wou ik dan gaan leren, dus zo'n vakantie met mijn theorie. Ja. Je moet echt nog even wachten. Ja, even geduld. Even geduld. Ja, nou, dat is dat zaak. Ja. Nou ja, goed, we horen zo wat het kost. Hij geeft hem hier op €240. Maar? Hou daar rekening mee, maar het kan zijn dat hij vanwege je leeftijd gehalveerd wordt. Dus dat hij €120 wordt. Er komt wel €9 administratiekosten bij. Maar het blijft allebei een hoop geld. Heb je nog vragen? Nou ja, dat is het belangrijkste. Als je er maar wat van leert. En nogmaals, ja, ik snap het. En nee, het mag niet. Zullen we daarmee afsluiten? Ja. Ondanks alles. Succes. Hey. Succes. Hey. Succes. Hey, succes. Hey, succes. Succes. Dankjewel. Succes. Gelukkig heeft het meisje er wel iets van geleerd, zegt ze. Het is wel een dure les geworden. En nu, achter op de scooter, mag ze haar weg vervolgen.